Onze Vlaams Nationale Feestdag. Maar vandaag, op deze Vlaamse feestdag, vallen er niet veel overwinningen te vieren. Integendeel, deze vervalde regering is een ramp voor Vlaanderen, een ramp voor ons volk. En ik zou het hier vandaag kunnen hebben over de 750 asielzoekers die men in mijn gemeente Berlaar gaat droppen deze maand. U hoort het goed, 750. En ik zou daarbij de chaos en de totale mislukking van het asielbeleid kunnen aanklagen. De wens om op die schier hopeloze omstandigheden het koopje en de kniebuiging te weigeren. De wens niet en nooit op te geven in de strijd voor de mens van Vlaanderen en van Europa. Ingebed en wortelend in een taal, een cultuur, een identiteit, een volk, een avondland. En zeker mensen als Benoît bijvoorbeeld in zo'n belangrijke, laten we zeggen, rol hebben gespeeld in het tot stand komen van de Vlaamse identiteit. De herdenking nu is 120 plus 1. Ja, en die plus 1, dat hebben jullie waarschijnlijk wel begrepen, dat heeft met corona te maken uiteraard. Want we hebben alles een beetje moeten opschuiven. Het conservatorium is ondertussen verplaatst naar die nieuwe grote bouw aan de Desgarlais. Maar het oude gebouw is dus mee opgenomen binnen de Antwerpse Universiteit. Maar daar staat nog altijd een bordbeeld van Benoît als het aandenken aan zijn rol in de universiteit, het tot stand komen van het conservatorium. En een professor van de universiteit vond dat het beeld daar niet goed stond. Want, zegt hij, die vent die moet daar weg, want dat is een pedofiel. Een pedofiel. Er kwam natuurlijk direct heel veel reactie op uit allerlei kringen en zeggen, waar haalt die vent dat vandaan? Ha, eigenlijk wisten we het zelf ook niet, denk ik. Maar ik kan hem misschien begrijpen, want als je naar het portret ziet van Benoît, dan zie je daar een man met een rijke baard. En misschien heeft hij die per ongeluk voor Leopold II gehouden. Zou kunnen. Wie weet. Ja, pedofilie. Er is wel blijkbaar enige connectie. Goed, het beeld is ondertussen teruggezet. Dus dat is verleden tijd. Dat is, enfin, hopen we dat het er zal mogen blijven staan. Want ik denk niet dat in de meest wokeste universiteit van het land hier er nog veel belangstelling is voor Vlaanderen, Vlaamse beweging enzovoort. Lied der Vlamingen. En ik zou onze muzikanten willen vragen om dat lied der Vlamingen nu te zingen. Thank you.
Vandaag herdenken wij de witte slag der gulden sporen van blanke mannen op het slagveld en, ongehoord, dito vrouwen aan de haard. Hoe anders zou zo'n slachting verlopen onder een regenboog van vlaggen tussen gedrogeerde straatbendes van verscheiden genreutemeteut. Thans echter luien hier standvastige breidelzonen en dochters de metten, onder consciences welgevallig oog, als opmaat voor een nieuwe gulden sporenslag. Ja, oei, ik hoop dat we geen interventie krijgen van de gedachtenpolitie. Vlaams-nationalisten, van oorlogscorrespondent Jan Baljouw in Moskou, via Den Tijl, Jan Baljouw van Moskou en Kiev, vernemen we heet van de naald dat een zekere Guy de Grote verafstoot onderweg is naar dit Maidanplein om de Vlaamse onafhankelijkheid uit te roepen. En als ze hem onderweg aan de Cromwell-tang in het Geitendorp Wilrik niet tegenhouden, dan zal hem ons hier ter plekke komen opjutten tot wij onafhankelijk zijn. In zijn zog wordt Ludwina gedonder gespot met een samenraapsel van oude Belgische Adrian Helmen, recent opgeviste wapens van de bende van Nijvel en Lienfields van de Rijkswacht Gendarmerie met tromblon voor traangasgranaten en een handjevol blank munitie. Gelukkig dat Uncle Joe Biden hier de grap van inziet. Voor alle zekerheid heeft hij toch maar de kernkoppen die, zoals iedereen weet, niet in kruilenbogen liggen, op scherp laten zetten. Met denazificaties weet je toch maar nooit. Poetin, minder bekend met Belgische surrealistische humor, laat zijn Oostzee-armada op dit ogenblik opstomen naar Dokske van Merksem om ons te bevrijden van de lapswans verafstoot. Alzo dreigen onze welige velden en wouden, als ook de vlakten der heide vol rust, weer het schouwtoneel te worden van een geopolitiek schaakspel tussen de grootmachten van geef maar gas. En toch, als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Ons Lidwin van landsverdediging dolf de voorvaderlijke schermsaks op en bracht de armee Belgiëstelling met kanon Houtenbeen, 1830, en waar was het alweer? In Roemenië. Drie werfelaars zijn ondertussen veel boevers terug thuis, om tuchtredenen of voor hun lief. Poetin hoorde het in Keulen donderen, want Litvina gedonder was dan niet die ijzervreedster op jacht naar eenzame wolfkorporaalchef Jurgen Konings, die, sans permission, een eindje zou gaan pellen met ondergedoken blaaskaak Mark van Ranst. Hij zo nauw werd hiervoor de NAVO gemobiliseerd, waarin een klein landje verdorie groot kan zijn. Even serieus. België is niet enkel surrealistisch petieterig en herbergt niet alleen de slimste mensen ter wereld en de mediageilste gemaskerde konijnzangers, maar noblesse oblige ook de vermaardste. Wij Vlamingen konden ooit de kortrek in de Beemden het pleit beslechten door enkele Franse éperons d'or, gulden sporen, in de wacht te slepen, maar dat valt wel in het niets tegenover de palme d'or die nieuwe Belgen in Cannes wisten te veroveren. Ik kan het trouwens nu al in primeur verklappen dat de volgende Grand Prix voor Bruxelles zal wezen, met de straffe stoten op pellicule van Le Roy Albert, waarin hij erg kloos over Delphintje zegt: ik ken dat maske niet. Voor de intimie bedoelend, ik ben heiliger dan onze Wanakitoko Boudouin, want die kon niet, zoals ik, zorgen voor een onbevlekte ontvangenis. Vraag dat maar aan Sybille de Lys, de Célice Longchamp. Als dat geen reden is om met zulk bewezen mirakel mijn heiligverklaring in te leiden. Onze Flup wist het wel zeker. Het is zijn vrouwke, want ze lijkt op mij en ze houdt van papier-mâché. Maar voor een carrière-award horse-categorie
kom ik als eredokter honoris causa der KU Leuven zeker in aanmerking, omdat ik volgens hen in een vlaag van zinsverbijstering op wetenschappelijk en of maatschappelijk vlak een zeer vooraanstaande rol en plaats inneem. Zet mij nu dus maar op die sokkel die verwijderd werd van Peter Benoit in de Unif Antwerpen. Mij als lichtend voorbeeld voor kansarme minus abentes. Allen daarheen om vlotjes te doctoreren, behalve als je Dries mocht heten. Tussen haakjes voor de mensen die niet mee zijn, het is ook een verjaardag. 20 jaar geleden werd dus koning nu Filip, werd dan gedoctoreerd aan de Universiteit van Leuven. Dus dat hebben ze vergeten in het programma te zetten, maar ik sta er toch wel op van dat te zeggen vandaag. Hè. Beste Vlamingen, niet ver van hier, zei Herman van der Eek ooit, over mijn lijk zult je de klimopvlag der meisjesgaar ontvreemden. Gebelgde namen zijn woorden letterlijk. Helaas konden wij hier 2 jaar geleden de 100ste verjaardag van deze moord niet herdenken, wegens een georchestreerde coronapandemie. Schande. Laat ons dit feit hier en nu even in herinnering brengen. En zou ik dat durven zeggen met een minuut stilte? Het is maar om de toog stil te krijgen. Mensen, aan mijn toog, er is een minuut stilte gevraagd voor Herman van der Eek. Herdenking 100 jaar. Het is gelukt. Dus, goed. En Herman laat weten dat hij hierboven dat hem heel dankbaar is en dat we niet mogen plooien. En als de nog aanwezige mannen der staatsveiligheid of ex-rijkswachters mij hier nu niet onder luid gehuil geboeid of afvoeren naar de oude lepel, tja, dan hebben ze van mijn humor niks begrepen. Bedankt voor uw luisterbereidheid, maar als gij alle boosters een beetje overleefd hebt zonder Magda Mondmaskers, dan heb je al een bewijs geleverd van een taai doorzettingsvermogen. Hou zee en ik dank u. Vrienden, in 1922 werd er in het parlement hevige strijd geleverd over de vernederlandsing van de Universiteit van Gent. Strijd die trouwens toen nog door de Vlamingen werd verloren. En ik vertel u dit om u eraan te herinneren van hoe ver we zijn gekomen. Ik weet het, het lijkt er soms op dat we ter plaatse trappelen, maar eigenlijk is dat niet zo. En misschien ligt onze eindbestemming, de volleindiging van de Vlaamse beweging, dichterbij dan we denken. Als de rente nog even omhoog gaat, en dat zit eraan te komen met de huidige inflatie, ontploft dat. En dan moeten we als Vlaanderen weigeren om dat bankroet nog te betalen. De eerste mogelijkheid om een stap te zetten is dus een Vlaams nationale regering die begint met een principesverklaring over het einddoel zonder grote revolutie, want wij Vlamingen zijn daar niet goed in. En dan het opbouwen van een draagvlak geholpen door een dynamiek van botsingen met het federale niveau, een beleid dat aansluit bij wat de Vlamingen willen en door een onhoudbare Waalse schuld. De tweede mogelijkheid om een stap te zetten, en ik sluit die niet op voorhand uit,
is een staatshervorming. En Magnet zegt dat hij dit niet wil, maar er zijn stemmen binnen de N-VA, maar ook daarbuiten, die denken dat dit bluf is. En dat, als het erop aankomt, hij een staatshervorming zal ruilen voor geld. Wij zetten ons recht voor de nationale liederen.